Een hele goede morgen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Timber Kids. Ja, op onze laatste ochtend hier. Ik ga jullie even naar buiten brengen. Hier. Het mooie uitzicht van het hele land. Nee. Jullie mogen naar beneden komen, want we gaan er vandoor. We gaan heel eventjes helpen. Laat dat zien. Weet je wat je kunt doen? Nou? Je kunt hier de broodjes in warmen. Ja, dan heb je een lekker geroosterd broodje. Maar we gaan nu even een broodje halen bij, bij de bakker verderop. Kom, gaan wij naar beneden. Ja, oké, okay, nou. Hop, naar buiten. Daar gaan we weer. En op de laatste dag schijnt er een heerlijk zonnetje. Kijk, daarachter is het zwembad. Daar zijn we helemaal niet geweest, want het is natuurlijk best wel koud geweest de afgelopen dagen. En hier visjes. Beetje troebel water wel eigenlijk. Maar moet je nou kijken wat een zon, jongens. Oh, we hebben echt de hele week alleen maar hele harde wind gehad en wolken gehad en zelfs regen gehad. En nu op de laatste dag gaat het zonnetje schijnen, zul je altijd zien. Maar goed, laten we extra genieten van deze dag, want we hoeven pas vanavond te vliegen, dus dat scheelt. Ja. Nou, op naar de auto. Met de trein. Met de koffers. Oei, 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 oei. Net op tijd, hè? De touwtje ervoor. Moet je voelen van een weer? Moeten we niet gewoon verlengen? Ik vang hem, Elliot! Optillen? Ja. Ik vang hem! Ah, mooi, net op tijd. Jongens, kunnen jullie met mama even koffie halen? Ja. Ik moet even een kaartje uit. Ik ga het opzetten. Nee, ik ben het wordt een koffie on the go. Ze hebben broodjes gehaald, koffie gehaald. Ik sta volop te genieten van dit weer. Echt, hier worden de mensen gewoon echt heel blij van. En Mike die gaat vandoor. Ik denk dat hij even gaat uitchecken. Even kijken of de boys trek hebben in een croissantje. Zo, kijk eens El. Een croissantje voor jou. En een croissantje voor jou, Annie. Wat een grote croissant. Groot, hè? Ja, maar ik wil een gat in. Een gat? Oh, dan moet je er even met je vinger doen. Eet smakelijk, jongens. Ik ben ook heel mooi mee. Kijk hoe groot ze zijn. Je ziet het door iets met schelpen. Hij is nog heel eet smakelijk. Mama, ik kan zelf snijden. Mama, gaat jou een beetje helpen, liefheid. Oh ja? Nou, jij hebt nog geen pizza. Oh, ik ga even deze ensalata. Dat probeert ze er maar dan. Ziet er echt heerlijk uit. En een pizza met ei. En wat heb je? Carbonara. Carbonara. Lekker. Ja. En chocoladetaart. Even lekker lunchje met een heerlijk zon. Wij zijn inmiddels onderweg naar het vliegveld. We hebben de tas ingepakt. We hebben net even de auto vol getankt. Ollie die heeft lekker geslapen. Die is nu nog een beetje aan het nagenieten. En Elliot die, nou, die heeft lekker liedjes zitten luisteren. Nu dus onderweg naar de airport. Want vanavond om 7 uur of zo. Ja, om 7 uur vliegen we terug. Nee, je had geslapen. Nu ben je een beetje aan het bijkomen, hè? Ja. Nee, ook niet. Ook niet? Oh, wat ben je dan aan het doen?
lekker onderweg naar huis. Of naar huis, naar het vliegveld. En ja, dan zit ons tripje er hier alweer op, jongens. Wel even fijn dat we het laatste dagje nog een beetje zon hebben kunnen meepikken. Dat is wel heel fijn. En je voelt ook gelijk de warmte van de zon. Zeker als je uit de schaduw bent, is het echt heerlijk. Dus we hebben ook vanmiddag, nou ja, zoals je hebt kunnen zien, eventjes een pizzaatje en een salade gegeten in de volle zon. Heerlijk. We hebben echt een beetje een zomers gevoel een beetje gehad vandaag. Dus was lekker genieten. En nu op naar de airport dus. In de auto, ga lekker naar huis, jongens. Iedereen is moe. Ik kun je wel even helpen. Dus ik zou zeggen, vond je nou een leuke video? Doe dan eventjes de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En deze gooi ik weg. En we zien je morgen weer een nieuwe vlog van Team Parkids. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen, pap. Tot morgen. Slaap lekker. Ja, slaap lekker.